In deze video ga ik een gigantisch groot mystery ei unboxen. Ik heb echt absoluut geen idee wat ik hier nou precies van moet verwachten. Dus dat maakt me natuurlijk wel super mega nieuwsgierig. En voor de like challenge van vandaag heb ik een hele leuke uitdaging voor jou. Om namelijk deze video een duimpje omhoog te geven. Maar dan met je hand in een speciale positie. Zet al je vingers bij elkaar. Maar haal je pinky er dan wel los van af. En op deze manier probeer je met je pink op dat duimpje omhoog te klikken. Heel erg veel succes ermee. En vergeet zeker niet om ook nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier zul je namelijk altijd op de hoogte blijven van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er dus never nooit meer eentje te missen. En ik liep dus laatst in de winkel en ik kwam er toch ineens zo'n enorm, gigantisch, mega groot mystery ei tegen. Dit had ik echt absoluut nog nooit gezien. En ik was zo ontzettend benieuwd naar wat er allemaal in zat. En hier is die dan! Nou ja, zoals je kunt zien heb ik niet overdreven met hoe ontzettend gigantisch groot het is. Want een normaal ei is eigenlijk zo klein. Als het goed is, zit deze helemaal gevuld met allemaal verschillende soorten mystery spulletjes. En de verpakking zag er zo ontzettend interessant uit. Want hier voorop staat dus allereerst een mega egga mystery egg. En ook as seen on YouTube. Huh? Nou, ik heb hier echt nog nooit eerder van gehoord. Ik heb het ook nog nooit eerder gezien en ik heb het ook niet opgezocht. Dus ik laat me natuurlijk verrassen. En daarbij staat erop dat er een plushie in zit. Dus ik denk dat dat een soort van knuffeltje moet voorstellen. Er staat toys, figurines, collectibles. Volgens deze verpakking is dit een geweldig cadeau voor alles en iedereen. En bomvol met allemaal verschillende soorten spullen en dingen erin. Laten we even luisteren. Hij voelt ook best wel zwaar aan. Oh my goodness. Ik hoop dat ik er allemaal leuke kleine cadeautjes uit kan halen. Maar er is maar één manier waarop we erachter kunnen komen. En dat is door hem te openen. Jullie kennen mij. Ik ben enorm ongeduldig. En de snelste manier om dit te openen is met een schaar. Haha. Zo'n sneetje hierin gaan maken. In het midden. Oh, sorry, ei. Ja. Oh. Er is helemaal niks. Wat? Ik dacht eigenlijk meer een beetje aan die LOL surprise balletjes. Dat je het gewoon kon openmaken. Maar jongens, hoe maak ik dit open? Hallo, ik wil mijn cadeautjes eruit. Oh. Oh. Aha, wat is dit? Iets wat je open moet schroeven. Huh? Hey, hij draait. Oh my god. Ja. Nee. Huh? Ja. Wow. Ho. Het is me gelukt. Hij is open. Ik ga even naar binnen kijken. En oh. Wow. Wow. Wow, jongens. Dit is ongelooflijk. Jullie moeten dit absoluut eventjes zien. Hè? Kijk maar. Het hele ei zit gewoon ongelooflijk vol met allemaal verschillende soorten spulletjes en speeltjes en cadeautjes. Ze hebben niet overdreven. Het ziet er echt heel erg gaaf uit. Weet je wat? We gaan er gewoon één grote grabbelbox van maken. En ik ga maar gewoon eventjes grabbelen. Wat zit hierin? Oh, voel iets zachts. En dat moet ik absoluut gewoon maar eventjes checken. Dat is dit. Oeh, een Pokémon bal. Ik praat er eigenlijk nooit zoveel over op mijn kanaal. Maar ik hou enorm veel van Pokémon. En nu heb ik dus eigenlijk gewoon een kleine Pokémon bal knuffel. Hoe ontzettend schattig ziet hij eruit. Hij lijkt wel een beetje misvormd en een beetje goedkoop. Maar dit is alsnog wel heel erg schattig en leuk. En wat mij betreft is het gewoon prima. Woehoe! Oké, dat is het allereerste cadeautje. Maar wat hebben we dan nog meer? Ik ga gewoon maar eventjes door met de volgende. Dit is een Dragon Ball Z poppetje. Ziet er heel erg schattig en leuk uit. Maar het zegt mij echt absoluut niks. Ik weet dat dit vroeger wel werd uitgezonden. En het is dus een soort van animatie. Maar ik heb het dus never nooit gekeken. Dus ja, wat is het? I don't know. Oh, het voelt echt heel erg zwaar aan. Misschien kunnen we deze openmaken. Of misschien ook niet. Oké. Oh, er staat Rockers of Wobbling. Dus volgens mij is de bedoeling dat je dit op een soort van platform moet zetten. En dan kan die dus een beetje heen en weer wiebelen. Tada! Dus deze box, het ziet er naar uit dat er heel veel dingen in zitten die te maken hebben met animaties en tekenfilms. Dus wat is deze verpakking? Oh! Ik hou ontzettend veel van Star Wars. Het is een soort van mystery verpakking. Wat voor figuurtje zou hier dan in zitten? Ja! Oh, oh my goodness. Oepsie. Yes, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. En het is zo ontzettend schattig. Kijk nou. Dit is volgens mij het Star Wars figuurtje genaamd Ewok. En ze zijn super lief. Van die kleine beertjes en zo. En dit is dan, ja, ik denk dat je het kan gebruiken als een sleutelhanger. Of iets dat je aan je tas kunt hangen. Ik moet wel snel weer door, want er zit zo ontzettend veel in. Wat is dit? Steven Universe Plush Clip-ons. Het ziet eruit dat er eigenlijk heel veel hangertjes in zitten. Nou, dit zegt me absoluut helemaal niks. Ik heb hier nog nooit eerder van gehoord.
gehoord. Maar als het goed is, zit er dus een soort van plush diertje in. Nou, ik ben benieuwd. Het is een mystery verpakking. Wat is het? Wat is het? Oeh! Het is, denk ik, het Steven Universe karaktertje. Hartstikke schattig. Maar nogmaals, het zegt me echt totaal niks. Zit er nog iets in wat me wel iets zegt? Oeh, dit voelt zacht aan. Wat is dit? Wat is dit? Als het nog een Pokémon is, dan zou dat zo ontzettend fijn en tof zijn. En nee. Nee. Huh? Oh! Oh! Jongens! Ik weet niet of je het kunt herinneren, maar een hele lange tijd geleden heb ik een video op mijn kanaal gemaakt genaamd Let's Play Crossy Road. Dat is een spelletje op je telefoon. Eerst wachten op de trein en dan gaan we zo snel mogelijk proberen zo dicht mogelijk bij mijn highscore te komen. En dit is een figuurtje van Crossy Road. Het is zo grappig. Ik weet niet precies of het een paard of een lama is of zo. Maar zijn ogen zitten aan de zijkant van zijn hoofd. En zo ziet dit figuurtje er in Crossy Road uit. Dat vind ik echt heel erg grappig. En hij ziet er zo ontzettend dom en lomp uit. Ik hou ervan. En dan hebben we hier weer iets kleins. Dragon Ball Z alweer. En allemaal figuurtjes. Moet het een knuffeltje voorstellen of juist weer een sleutelhanger? Oeh, oké. Het ziet eruit als een figuurtje dat hard aanvoelt. Ja? De details van het poppetje zijn wel heel erg mooi. Kijk nou naar al zijn haren. Alleen zijn gezicht ziet er een beetje zielig uit. De volgende is dit. Dit is een Minecraft verpakking. Oh-oh. Minecraft was vroeger ongelooflijk populair. Ik denk dat de meesten van jullie het spelletje wel kennen. Er staat op dat het Minecraft craftables zijn. Dus het lijkt me dan dat het een soort van figuurtje is of zo. Oh, ik weet niet of je het kunt zien, maar hier zo zit dus een soort van rood plastic in. En dat is ook inderdaad wat erin zit. Als dit het is, is het een beetje zielig. Oh nee, volgens mij kan je hem openmaken. Oeh, dat is wel grappig. Oh nee, nee! Er zit een, er zit een soort van spin in. Een Minecraft spin. Wacht, ik haal hem er meteen eventjes uit. Oh, ik durf het niet, ik durf het niet. Het is een speeltje, het is een speeltje. Here we go. Ta-ta-ta-ta. Daar is dus het Minecraft spinnetje. Wat een eng figuur. Dit zijn ook echt meteen mijn minst favoriete karakters uit het spel. En dan hebben we hier een skelet met een heel erg leuk boogje. Ik wil helemaal geen vijanden als poppetjes in mijn huis hebben, jongens. Thank you, next. Haha. Oké, wat is dit? Oh, hier zijn we weer bij Steven Universe. Zojuist hadden we hier een knuffeltje van gekregen. Dus wat gaat dit dan worden? Ik hou wel van zachte dingen. En het is geen zacht knuffeltje. Ah, oh, daar is weer Steven Universe. Ik vind hem eigenlijk niet zo heel erg interessant en leuk. Want op de achterkant staan eigenlijk allemaal leuke andere figuurtjes. Zoals een soort van leeuw of zo en een meisje. Ik heb veel liever die karaktertjes dan deze. Maar goed, hij is op zich wel grappig. Maar niet zo heel erg bijzonder. Nee, wat hebben we dan nog meer? Oh, dit is DC Comics. Dit is van Batman, The Flash, Superman. Volgens mij zijn dit ook weer van die Wobble Balls. Dus dat is echt heel erg grappig. Leuk dat het zo'n trend is of zo. Wat voor figuurtje kunnen we verwachten? En het is... Oh, het valt op de grond. Oh nee. Ah, ik heb hem. Hij zit verpakt in een verpakking, dus ik weet alsnog niet wat het is. Ik ga er samen met jullie achterkomen wat het dan precies is. En... Woe! Hij is rood met een gele bliksemschicht. En het is de Flash. En hij ziet er echt heel erg, ja, apart uit. Echt super grappig dat zijn hele lichaam is verwerkt in dit kleine balletje. Ik zet hem erop en go! Oh, oeps. Nog een poging en zo. Jals. Ah, oeh, oeh. Oh my goodness. Het ziet er op zich wel heel erg grappig en schattig uit. Ah. Oké, jongens, ik weet het niet hoor. Maar heel veel dingen ken ik niet. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel dingen bij die ik echt super goed ken. Dus het is alsof het een mix is van goedkope en wat duurdere dingetjes. En wat is deze dan? Nou, over iets gesproken waar ik nog nooit eerder van heb gehoord. Pullback Racers. Een soort van bal in de vorm van een wiel dan. En ik gok dat dit te maken heeft met racen en met autootjes. Dan gaan we nu maar eventjes snel achterkomen. En hoe maak ik hem dan open? Ah, oh, makkelijk. Weer een kleine verpakking er binnenin. Ook weer een super mystery. Zo, wat zit erin? Is het een autootje? Ja! Het is van plastic en de details zijn nou niet bepaald helemaal geweldig. En er is nog wel één dingetje waarvan ik denk dat hij het doet. En dat is dat je hem naar achter kunt trekken en die uit zichzelf weer helemaal vooruit gaat. Dus laten we dat eventjes testen. Tada! Oh jongens, dat is niet echt heel erg veel ruimte. Laten we iets meer ruimte maken. En go! Woehoe! Gaan we dan. Ik zet hem neer. Ik trek hem naar achter. Dus de wieltjes die laden hem op dan op die manier. En ik laat hem los.
Wow! Woehoe! Hij is gelanceerd helemaal op de grond. En volgens mij is hij nu kapot. Helaas. Labberen, labberen. En ik pak deze vast. Oh! Oh! Dit is Hello Neighbor. Ik weet niet of jullie deze kennen. Volgens mij is het een horror game. Het is in ieder geval een spelletje waarvan ik altijd denk van... Oeh, dat lijkt me leuk. Maar ook wel een klein beetje eng. Dus ik heb het nog nooit gespeeld. Maar ik ben wel bekend met het karaktertje. Ik hoop eigenlijk gewoon dat ik de buurman zelf krijg. Want die vind ik eigenlijk het allerleukst en grappigst. En het is... Het is een clown. Oh my goodness. Oh, deze ziet er zo ongelooflijk eng uit. Hou jij van clowns? Ik zelf niet echt helemaal. Oh. Hij ziet er nog echt super creepy uit ook. Ik ga deze even proberen open te maken. Nee, dat lukt niet. Misschien is het ook wel beter zo. Want ik wil absoluut niet dat hij uit deze verpakking stapt en 's nachts in mijn dromen gaat indringen. En ondertussen gaan we door naar wat er nog meer in deze mystery egg zit. Dit is een soort van platte verpakking. Oeh, wat is dit dan? Zijn we weer in 2017 beland? Dit is namelijk een... Fidget spinner! Wat? Het is absoluut niet iets dat nu nog populair is. Maar jongens, hoe kan je dit nou weerstaan? Oeh, hij ziet er wel echt heel erg gaaf uit. Ik moet het absoluut gewoon eventjes uitproberen. Kijk nou deze mooie groene kleur. En... Oh. Oké, dat ging niet helemaal. Nog een keertje. En... Oh. En... Oeh, oh, dat voelt eigenlijk best wel lekker en fijn aan, jongens. Het heeft een heel erg goed gewicht aan een fidget spinner. En het voelt super lekker in mijn handen. Ik ben er hartstikke blij mee. Heel erg stiekem. Deze leggen we maar eventjes aan de zijkant. En daar ga ik zo meteen verder mee spelen. Ik bedoel, gaat meteen de prullenbak in. En dan gaan we eventjes kijken. Wat zit er allemaal in het... Oh! Wow, dit is een soort van blok. Oh, we zijn weer terecht bij een Minecraft speeltje. Alsjeblieft, laat het een leuk figuurtje zijn. Oeh, hey, ik zie kleurtjes. En yes, het is in ieder geval geen spin. Maar wat dit nou precies moet voorstellen, ik heb geen idee. Zo, en hoe zit dat dan precies? Oh ja, oeh, oké. Dit is de voorkant en dit is dan zijn achterkant, als in hij springt. Maar de wolf mist natuurlijk ook nog een klein staartje. Dus die zetten we er ook meteen eventjes in. We verdraaien en ja. Woehoe! Oh my goodness. Nou, dat ziet er echt zo ontzettend geweldig en leuk uit. Hier ben ik hartstikke happy mee. Oh, de laatste twee spulletjes uit het ei. Hier heb ik... Oeh, hè? Oh, het voelde echt heel erg klein aan, alsof het geen speeltje is. Maar... Ja! Dit is Gute Manna de Lazy Egg. Dus dit is van een merk dat ik wel eens een keertje eerder heb laten zien in een video. En ik vind het er zelf echt ongelooflijk schattig en leuk uitzien. Het is eigenlijk gewoon een figuurtje dat een ei moet voorstellen. Hoe verzin je het? Maar wat is dit dan? Het is een pan. Huh? Kijk nou. Het is dus inderdaad een klein eitje. Eigenlijk alleen maar het eigeel. Dat in een pan lekker ligt te relaxen. Tenminste, dat hoop ik. Misschien wilde je er eigenlijk wel uit. Dit is absoluut mijn favoriete speeltje tot nu toe uit dit ei. Gewoon omdat het ontwerp echt gruwelijk grappig is. Oké, dan gaan we nu eventjes door naar het allerlaatste speeltje. Waar ben je? Oh, hier. Woehoe! Yes. En nou, het ei is nu helemaal leeg zoals je kunt zien. Dus ik kan er niks meer uithalen. Jaha! En wat zit er dan in deze verpakking? Het ziet er enorm groen uit. En het lijkt wel alsof het licht geeft. Wow, wow. Het is een Five Nights at Freddy's Squishy. Hoe ontzettend grappig is dit? Het spelletje is een horrorspelletje. Echt super eng. Ik vind hem zelf wel leuk om te spelen. Maar ik krijg er tegelijkertijd ook wel een beetje nachtmerries van. You can just hit the light on that one to see if he's still there. Oh my god! Ik heb geen idee wat voor naam deze precies heeft. Maar we halen hem even uit. Alsjeblieft, bijt me niet. Bijt me niet. Oh, wat is zo zielig. Hij heeft geen oortje, jongens. Het ziet eruit als een zombie-versie van de Five Nights at Freddy's figuurtjes. En als het goed is, is het dus een squishy. Dus kan ik erin knijpen. Oeh, wow, dat voelt echt lekker aan. Hoe ontzettend fijn is dit, jongens? Maar jongens, uiteindelijk zijn er zo ontzettend veel speeltjes die uit het ei zijn gekomen. En het grootste gedeelte was absoluut geweldig. Maar het allerleukste was eigenlijk gewoon de verrassing. Wat mij betreft was deze video dus een enorm groot succes. Yohoo! Hey, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw favoriete animatieserie? Ik ben echt heel erg benieuwd naar je antwoord. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hier onder deze video. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei!